het optimaliseren van de administratie. Dat is eigenlijk wel een heel grote opdracht binnen de logopedie. Want die administratie, dat is toch wel een grote rugzak die we telkens meedragen. Dus wat is het probleem? Dat er bij het voorschrift twee luiken zijn. Het tweede probleem is de aanvraagprocedure. Normaal gezien moet eerst het voorschrift ondertekend worden door een arts. Dan moet het terug bij ons komen en dan moet het eigenlijk nog een keer terug bij de arts ter ondertekening. Er is al heel veel over geschreven en gesproken hoe dat eigenlijk beter zou kunnen. Mijn idee is eigenlijk gewoon één handtekening van de arts en eigenlijk ons logopedisch verslag. En dat dan in één pakket eigenlijk naar de mutualiteit kan opgestuurd worden. De aanvraagprocedure op dit moment is eigenlijk niet efficiënt. Je hebt dan het voorschrift, hè, maar dan moet je eigenlijk je verslag, je voorschrift, naar de mutualiteit doorsturen. Je bent netjes op tijd, je hebt het opgestuurd, maar dan moet je wachten op de mutualiteit. In het beste geval, hè, heb je binnen de 3 weken eigenlijk een antwoord. In het allerbeste geval heb je onmiddellijk een goedkeuring. Dan wordt er soms gevraagd voor extra informatie, die wel soms relevant is. Dus wat is het probleem? Dat er bij het voorschrift 2 luiken zijn. Oplossing: 1 luik. Het tweede probleem is de aanvraagprocedure. De aanvraagprocedure die eigenlijk nog per brief gebeurt. Oplossing: eigenlijk dat je het gewoon digitaal maakt.